Hoi lieve luchtdekens, tweelingen, weegschaal en waterman. Dit is jullie maandelijkse reading van juni 2020. Ik heb het een beetje anders gedaan omdat ik een beetje in tijdnood kwam met werk en met mijn gezondheid. Dus daarom heb ik alle drie de sterrenbeelden in één video gedaan. Je krijgt van mij eerst een energiekaart voor de maand. Daarna krijg je allerlei boodschappen. Dat zijn echt voor de luchttekens. Dus voor alle drie de sterrenbeelden. Dan krijg je apart nog situatie, advies en uitkomstkaarten voor elk sterrenbeeld. En dan krijg je voor elk sterrenbeeld nog boodschapkaarten. En hier ook nog boodschapkaarten. En aan het einde krijg je nog een de begeleiding vanuit de bron, krijg je nog een grote boodschapkaart voor alle luchttekens. En laat me in ieder geval weten of het met je resoneert, of het jou op weg heeft geholpen. En en als je nog achteraf nog vragen hebt voor deze video, laat het me ook weten. Als je daarover ook nog eens een reading wil, een aparte reading, dat kan ook. Dus kijk maar wat je, als je vragen over hebt, kijk maar. Ja, en als je, hoe noem je dat, als je dat echt, als je een reading met me wil, kijk dan bij mijn Facebookpagina Medium Radha. En als je een consult met me wil, kan je bij topconsulenten mij bereiken op maandag, woensdag en vrijdag. Tussen 7 en 9. Wel onder naam Radha, box nummer 327. En dan kan ik je daar verder bij helpen. Ik hoop dat dit heel veel inzichten geeft voor de komende voor deze maand. Ja, we zitten al in deze maand. Dus ik hoop dat het jou wat oplevert. Ja, dan gaan we beginnen met de reading voor jullie luchttekens. De energiekaart. Ik zal een stukje voorlezen, want ik kwam niet uit met het, met het kleine stukje verhaal voor deze kaart. Het is wel heel mooi en heel magisch inderdaad. Dat is nummer 18, magische stroom. Dat is de energiekaart. En het kaart wil zeggen, alles is verbonden door de universele stroom van het bewustzijn. Rechtop, eigenlijk verder de betekenis van de kaart is, iedere ervaring die je hebt, lijkt haar eigen levensverhaal te hebben met een begin en een midden en tenslotte een einde. Maar het gevaar bestaat dat je de dingen ziet als afzonderlijke gebeurtenissen, terwijl ze eigenlijk allemaal een deel zijn van een groter geheel van de evolutie. Net zoals een magische stroom die eeuwig stroomt, sijpelen jouw ervaringen door de hele wereld en leidt het ene weer tot het andere en geeft ze steeds meer informatie en hebben ze steeds meer invloed. Inspiratie, inventiviteit en onthullingen zijn maar zelden voor een persoon. Het collectieve bewustzijn is een schatkamer van beschikbaar vermogen dat door iedereen wordt gedeeld. Wanneer je eraan denkt dat je een deel bent van een vloeiende continuïteit van het leven, wordt je kanaal voor grote inspiratie. Laat de magie door je heen stromen en maak je dromen waar. Jouw succes zal velen ten goede komen. Dus in feite ben je echt super spiritueel. Luchttekens, jullie zijn heel erg spiritueel. Laat het gewoon stromen door je heen. En maak je dromen daardoor ook waar. Want dat gaat jou helpen om jouw dromen waar te maken en succes te maken. En ik zie ook dat je andere mensen ook erbij gaat helpen. Dus eigenlijk wat ik in deze kaart ook zie is ook verandering. Dus er komt verandering, er komt groei, er komt... Er komt gewoon iets magisch op jouw pad deze maand in juni. Dus dat is wel heel mooi. Dat is energie voor de maand juni. En de boodschapkaarten voor alle luchttekens zijn: geloof in jezelf, bekijk jezelf op een positieve manier en je zult positief zijn. Dus heb vertrouwen in jezelf. Denk positief, doe positief, praat positief, weet je. Dus dat helpt jou gewoon om positief te zijn en dat alle negatieve gedachten gewoon weggaan. Liefde heelt angst. Dat is deze kaart.
De kracht van liefde kan pestkoppen en mensen met boosheid helpen om minder angstig te zijn. Ja, inderdaad. Liefde heelt angst. Daar kan ik alles over vertellen. Dat heb ik zelf ook meegemaakt. Ik had heel veel angst opgelopen al sinds mijn jeugdjaren. Dat wist ik niet eens, want ik was echt bang voor alles. Het heeft mij, ja, eigenlijk door een trauma heb ik alles, zeg maar, alle trauma op kunnen lossen. Door intuïtieve ontwikkeling zelf te gaan volgen. Door dichter bij mezelf te komen. Veel beter naar mijn intuïtie te luisteren. Door, mijn intuïtie is nu veel sterker. Ik twijfel niet meer. Weet je? En ja, en ik ben ook veel liefdevoller naar mezelf gaan kijken. Ik ben ook veel liefdevoller voor mezelf gaan zijn. Kijk, net als met de readings, het lukte maar niet om eigenlijk op tijd voor jullie die readings klaar te spelen. Maar ik moest ook aan mezelf denken, want ik moest wel, als ik niet aan mezelf denk, als ik niet de liefde aan mezelf ga geven, of hoe moet ik zeggen, als ik niet voor mezelf goed ga zorgen, dan kan ik ook jou die readings niet geven. Dus ik moet eerst voor mezelf goed zorgen voordat ik jullie die readings kan geven. Dus op die manier kan je het zien. Daarom is liefde heel erg belangrijk voor jezelf om dat te geven, want dat haalt je angsten weg. Je bent gewoon bang voor alles. Dus ik was echt ook bang, echt letterlijk voor alles. Voor dieren, voor hoogtevrees, voor... Ik had voor alles en nog wat. Voor alles was ik bang. Bang dat iets met mijn kinderen zou gebeuren. Voor alles. Je kan niet geloven voor ontelbare dingen. En ik snapte mezelf niet waarom ik zo bang was. Terwijl, ja, eigenlijk niks gebeurde. En die angsten kwamen ook uit het verleden. En dat is allemaal omhoog gekomen. Dus ik ben gaan leren om met liefde naar mezelf te kijken. Met mijn spirituele team is het mij gelukt om gewoon sterker in mijn schoenen te gaan staan. Door veel liefde naar mezelf te geven. Want ook als jij de liefde aan jezelf geeft, zal je zien dat ook liefde naar jou toe stroomt. Dus dat je ook liefde bijvoorbeeld... Je hebt nooit liefde van je partner bijvoorbeeld gehad. En je partner, terwijl jij je liefde aan jezelf aan het geven bent, merk je opeens dat je partner ook naar je toe komt en jou een kusje geeft of je omhelst of weet ik veel. En dan denk je van, weet je? Dus ja, positiviteit trekt positiviteit aan. Dus dat is wel heel erg belangrijk voor jullie om te weten. En negativiteit trekt negativiteit natuurlijk aan. Dus wet van aantrekking, hè? Maar in ieder geval, liefde heelt angst. Dan hebben wij delen. Als je deelt, voelt iedereen zich gelukkig. Ja, gewoon samen met elkaar alles doen. Samen met elkaar gewoon delen. Met alles. Ja, niet met alles, maar je weet wel wat ik bedoel. Delen is heel erg belangrijk. Want het is een soort van geven en nemen en in balans komen. Yes. Oké, de volgende kaart is fantaseer. Wat zou je zien, voelen, denken en horen als je wens zou uitkomen? Of als je wens uit zou komen? Wat zou jij het liefste willen als jouw wensen zou uitkomen? Hoe zou jij reageren erop? Vraag dat jou eens af. En dat is ook visualiseren eigenlijk, van dat je wensen uitkomen van bijvoorbeeld je gloednieuwe auto. En je visualiseert dat je die auto en die auto wil en van die merk en dat moet zoveel kosten en weet je, dat soort dingen. En misschien is jouw droom om ook spirituele dingen te gaan doen zoals kaart leggen of healer zijn of maakt niet uit wat. En dat je dat ook fantaseert van dat je dat al bent en dat je dat wilt. Dus dat is een soort van ook wet van aantrekking. Ook visualiseren is dat ook een wet van aantrekking van dat jij dat heel graag wil. En dat het gewoon naar je toe komt. Ja?
De situatiekaart voor de tweelingen, daar gaan we nu mee beginnen. Dat is gerechtigheid. Je wilt heel graag ook heel erg gerechtigheid. Er zijn bepaalde dingen in je leven gebeurd, wat gewoon, waar jij gewoon weer in balans wil komen. Dat jij wil gewoon dat de waarheid naar boven komt. En dat alles uitgesproken wordt. Ja? Ja, kijk maar. Communicatie. Je wilt communiceren. Je wilt praten erover. Je wilt gewoon uitkomen met de situatie met diegene. Misschien zijn er personen bij betrokken in die situatie. Maar je ziet geen uitweg. Je weet niet welk kant je op moet. Je bent geblinddoekt. En er wordt niet gesproken. Je weet niet hoe je het gesprek moet aangaan. En hoe je dan ook... dat de andere partij misschien ook met jou in contact wil of niet. Dat is ook nog de vraag. Je weet even niet welk kant je op wil, tweelingen. Maar je krijgt van de kosmos. Krijg jij een geschenk. Een geschenk in werk. Een geschenk financieel. Dus qua werk en financiën zit jij gewoon heel erg goed. Dus daarover hoef je geen zorgen te maken. De advieskaarten voor de tweelingen zijn... Je bent onschuldig in de situatie. In jouw situatie. Je moet alleen meester van jezelf worden. Dat betekent dat jij weer één met jezelf moet worden. Je moet dichter bij jezelf komen. Weer gewoon jezelf zijn en niet echt te veel met de situatie bezighouden. Want je weet dat je ook onschuldig bent. Je bent ook een soort van helderwetendheid. Je weet alles al. Dus ga dichter bij jezelf komen. Ga mediteren. Zodat je dichter bij jezelf komt, bij je hart komt. Abundance betekent dat jij voorspoed krijgt in de materiële wereld, in de liefde. Ja. En ook spiritueel, want kijk, dit lijkt wel dat je ook spiritueel ook de voorspoed voor gaat krijgen. Dus op alle vlakken zal jij voorspoed krijgen. En de andere kaart is, doe de dingen rustig aan. Doe het allemaal stap voor stap. Dan zal je zien dat je daar komt waar je wilt zijn. De uitkomstkaarten voor de tweelingen is, je hebt rust nodig. Zodat je kan oogsten. En heb vertrouwen. In het universum, in jezelf. En wees trouw aan jezelf. En heb vertrouwen in jezelf eigenlijk. Ja, want dat zegt deze kaart. Kijk maar. Ja, je hebt rust nodig om te kunnen oogsten. Ja, dan krijg je weer meer energie. Dan kan je weer wat meer dingen doen. En heb vertrouwen in jezelf. Ja, heb vertrouwen in jezelf. Heb vertrouwen in het universum. En de situatiekaarten voor de weegschaal is... er heeft een strijd plaatsgevonden en je bent teleurgesteld. Iedereen loopt bij je weg. Je voelt je niet gelukkig. En ja... Je hebt wel hier de twee zwaarden, ja. Dus er zijn wel mensen die echt om jou geven. Maar jij kijkt alleen maar naar deze mensen. Met wie jij die strijd hebt gevolgd. Kijk ook naar de mensen die wel jou willen. Maar je gaat stap voor stap verder. In je werk ga je... ik heb het gevoel dat dit een werkkaart is... Dat je weer gaat beginnen met werken en dat je weer gewoon stap voor stap weer verder gaat.
ondanks dat je hart weer gebroken is door, ja, je hart gaat weer eigenlijk breken in de maand juni. Mensen zeggen weer wat tegen je of er wordt weer ruzie gemaakt, wat jou gewoon pijn doet. En ja, het is echt niet leuk dit. En dan zit je weer daar met gebakken peren, alleen. En je kijkt weer naar deze cups, terwijl dit wordt aangeboden. Het universum wijst welke weg je moet opvolgen. Maar ja, kijk naar deze gevoelens, naar deze mensen. Volg deze gevoel en volg de mensen van wie jou houdt. Volg je intuïtie, want het wordt via het universum aangegeven. Volg je intuïtie, welke pad je op moet volgen. De advieskaarten zijn, ja, er is iemand die jou bedrogen heeft. En je voelt je ook heel erg schuldig over iets. En jij zit ook in een grote transformatieproces. Dus het kan heel akelig worden. Sorry dat ik het zeg, maar het is gewoon de waarheid. Maar wel een positieve transformatie ten goede van jouzelf. Misschien word je uit de situatie gehaald, maar heb vertrouwen in het universum dat zij dingen doen wat het beste voor jou is, zodat je uit die ellende weggaat. Ja, je hebt een droom en die droom is dat je met je geliefde samen wilt zijn. Alleen op dit moment is dat niet het geval. En ja, je blijft maar dromen erover. Ja? Ik vind het wel heftig voor je weegschaal, wat hier allemaal gebeurt. Het is echt een heftige kaart, vind ik. Uitkomstkaarten zijn voor jouw weegschaal. Er komt standvastigheid, stabiliteit. Er komen weer gelukkige periodes aan. Volg hierin je gevoel altijd. Je intuïtie is heel erg belangrijk, want het leidt ook op je pad. En je zal ook wijze besluiten gaan maken. En met wijsheid handelen. Voor de waterman heb ik de ridder van zwaarden. Dat is dat je snel gaat met communicatie. Dus dat je snel op dingen reageert. Heel snel. Denk erbij na. Sta erbij stil wat iemand zegt tegen jou. Dan kan je daarop de juiste antwoorden geven. En dan zullen er geen misverstanden ontstaan. De dingen komen in orde. De keizer. Dingen moeten op orde gesteld worden. Dingen komen in orde. Zodat je weer actie kan ondernemen voor alle ideeën die je krijgt. En met de staven 7 betekent dat je nog altijd jezelf aan het verdedigen bent aan anderen. Terwijl je weet wat de waarheid is. En dat je voor jezelf weet wat wel goed is en wat niet goed is. Hou op met jezelf te verdedigen. Want je bent goed zoals je bent. Je weet wat je moet doen. Ja. En ik vind dat je wel wat dichter bij jezelf mag komen. Dat is wel heel erg belangrijk voor jou. Je hoeft niet anderen te bevredigen. Om, zeg maar, ja, hoe moet ik het zeggen? Dat je alles doet voor een ander. Om hun een plezier te doen, terwijl jij eronder lijdt. En dat moet dus niet gebeuren. Dus probeer ook daaraan te werken. Mediteren helpt ontzettend goed om weer echt bij jezelf te komen. En dat je ook helderder gaat nadenken over bepaalde situaties. Dus dat is ook wel heel erg belangrijk. De advieskaarten is
Doe het rustig aan. Je voelt je eenzaam. Maar weet dat je nooit eenzaam hoeft te zijn, want je hebt je spiritueel team altijd bij je. Als je eenzaam voelt, is het ook handig misschien, naast meditatie is het ook wel heel erg, wat ik je ook al aanraden, is dingen opschrijven voor jezelf, dingen van je afschrijven, leuke dingen doen voor jezelf, jezelf verwennen, creatieve dingen gaan uitproberen. Dat zou ik je aanraden om te doen, want dan zal je ook echt die succes gaan behalen om weer gewoon tot jezelf te zijn en gewoon te genieten van jezelf. Gewoon. Leer te genieten van jezelf, leer te houden van jezelf, dan zal alle positiviteit en alle liefde naar je toe stromen. Maar heb wel geduld. Het heeft veel geduld nodig om daar te komen waar je wilt zijn. De uitkomstkaarten is, volg je innerlijke kompas, volg je intuïtie. Dat is heel erg belangrijk. En ik heb ook een sterk gevoel dat je intuïtie ook heel sterk is. Je ziet ook dingen, dus ik heb ook het gevoel dat je ook helderziende gaven hebt. En dat je door je gevoel ook veel dingen ziet. Echt mooi. Ik zie hier ook dat er liefde... Wat meer liefde, je mag wat meer liefde aan jezelf gaan geven. Daar krijg je meer het gevoel bij. Je mag meer liefde aan jezelf gaan geven, zodat jij paranormaal of, hoe moet ik het zeggen? Zodat jij in je spiritualiteit kan gaan groeien. En ik heb het gevoel ook dat jij ook best wel hoogbegaafd bent. Dat je bepaalde gaven hebt. En dat jij, jouw intuïtie is super sterk. Je ziet ook helder. Je ziet ook dingen. Ik zie ook dat je gewoon veel meer liefde aan jezelf moet gaan geven. In plaats van liefde te zoeken. Dus van een man. Liefde van een man te zoeken. Zeg maar. Of van een vrouw. Is het heel erg belangrijk om eerst liefde aan jezelf te geven. Zodat liefde naar zelf naar je toe komt, zeg maar. Maar ook echt, je hebt echt bepaalde gaven. Oké, dan hebben we voor de tweelingen de boodschapkaart van aartsengel Michael. Gebeden zullen je helpen in deze situatie. Gebed, lieve God en aartsengel Michael. En ieder ander tot wie je je gebed richt. Bijvoorbeeld Jezus, ik vraag jullie om een goddelijke ingrijpen. Beschrijf de situatie. Ik verwelkom jullie hulp en ik vertrouw en volg jullie advies in dankbaarheid en genade. Ik heb een wonder nodig en ik vraag of jullie mij eentje op mijn pad willen sturen om deze situatie op te helderen. Dankjewel, amen. Ja, dus bidden helpt heel erg. Als jij iets vraagt, dan zal jouw gebeden verhoord worden. En zul je het krijgen op de manier die je niet verwacht. Maar heb er vertrouwen in het universum. Heb vertrouwen ook in jezelf. Dat is heel erg belangrijk. De volgende kaart is, trek jezelf terug uit deze situatie. Dus wat ik je vertelde over jouw situatie, tweelingen. Het is heel erg belangrijk dat je even terugtrekt. Gebed, aartsengel Michael, ik wil je vragen je vlammende zwaard te gebruiken om alle gehechtheid aan angst of dramatische toestanden door te snijden. Zodat ik bij mezelf blijf in de wetenschap dat er overal vrede is, zowel in mezelf als in deze situatie. Wat je ook kan doen is, naast het terugtrekken uit de situatie, kan je ook de koorden wegsnijden door aartsengel Michael die jou niet dienen. En... dan een aartsengel Raven vragen daar te helen waar de koorden zijn verwijderd. En dan zul je zien dat je ook wat prettiger gaat voelen en niet echt geconnect bent met de situatie waarin jij zit. Aartsengel Raven zegt innerlijke autoriteit.
is je intuïtie. Lieve aarsengel Rafael, dank u voor uw steun bij het claimen van mijn eigen kracht en bij het luisteren naar mijn intuïtie, mijn verlangens en gevoelens. Heel erg belangrijk om naar je intuïtie te luisteren, want dat leidt echt op jouw pad. Dus luister alsjeblieft naar je intuïtie. Lachen is het beste medicijn. Lieve aarsengel Rafael, dank u dat u me helpt herinneren om de humor en de ironie te zien in elk menselijke drama en me er niet in mee te laten gaan. Ja, lachen is het beste medicijn. Jezelf vertroetelen. Lekker lachfilms kijken. Alle leuke dingen doen wat je leuk vindt. Dan maak je ook aan het lachen. Gewoon gekke grappen maken, dat helpt ook wel. En dan ga je ook beginnen te lachen. Zelfs als ik het al zeg, begin ik al te lachen. Dus ja, dat helpt echt uitstekend. En dat is ook ontspannend. De volgende kaart is van aartsengel Gabriel voor de tweelingen. Dagboek bijhouden. Door voortdurend over je gevoelens en je plannen te schrijven, brengt dit op creatieve ideeën en zorgt voor meer zelfvertrouwen als schrijver. Ja, het is heel erg belangrijk om misschien dingen van je af te gaan schrijven in een dagboek. Omdat je misschien niet met anderen kan praten, dat je niemand hebt om mee te praten, is het wel handig om een dagboek bij te houden voor jezelf. En dat is wel... Zo, ik moet even gapen, sorry. Maar ik heb het gevoel dat ik iemand heb geheeld. Daarom moest ik even gapen. Ik ben ook een healer, dus tijdens mijn readings heal ik ook mensen. Dus het kan zijn dat er iemand is die geheeld moest worden en die nu geheeld is. Bij deze. Dus vandaar dat af en toe wat gapen. Kijk, ik kom er weer in. Zo. Oké. Sorry hoor. Maar dat moest echt even gebeuren. Maar. Dus het dagboek bijhouden is heel erg belangrijk om je situatie, zeg maar, uit te schrijven. Dat het gewoon van je hart afgaat, zeg maar. Weet je? Dat je gewoon. Dat zwaarte, dat valt af, zeg maar. De volgende kaart is voor jou tweelingen, is geboorte. Nieuw leven, zoals een baby, een idee, goed nieuws of opwindend op project, komt tot bloei in jezelf en om je heen. Dus er komt een nieuw begin aan. Dingen gaan groeien, je gaat bloeien. Dus er komen positieve dingen aan voor je tweelingen. Voor de weegschaal heb ik, je bent op de juiste weg. Dat is deze kaart. Gebed, aartsengel Michael, ik roep je nu aan. Dank je wel dat je mij luid en duidelijk een advies hebt gegeven dat ik makkelijk kan begrijpen. Dank je wel dat je mij gemotiveerd hebt en de moed en het vertrouwen gegeven hebt om gezonde veranderingen in mijn leven door te voeren. Ja, dus je bent op de goede weg. En de volgende kaart is, laat je angsten los nu. Dus laat je angsten los. Laat aartsengel Michael de koorden snijden voor je. En vraag aartsengel Rafael om daar waar de koorden zijn verwijderd die jou niet dienen. Daar waar de koorden is verwijderd, dus te helen. En daar staat gebed. Aartsengel Michael, help mij. Oh jongens, ik ga iedereen healen volgens mij. Gebed. Aartsengel Michael, help mij zodat ik mij veilig voel en je adviezen waard ben. Dank je wel dat je mij zwaarmoedig, giftige en exotische. Ik weet niet hoe ik op dat woord kom. Dank je wel dat je mij zwaarmoedige, giftige en egoïstische gedachten of gevoelens hebt gezuiverd. Dus het is heel erg belangrijk om je angsten nu los te laten en jezelf te vertroetelen
alle liefde te geven van de wereld. Niet op een ander te zitten wachten. Maar jezelf die liefde te geven. En want door liefde zal angst ook gaan verdwijnen. En er zal ook meer liefde op je pad gaan komen. Want dat trek je dan aan. De volgende kaart is Second Opinion. Lieve aartsengel Raphaël, geleid me naar de beste professionals op het gebied van gezondheidszorg voor deze situatie. Dus het kan zijn dat je op aartsengel Raphaël zegt dus eigenlijk dat jij op voor je gezondheid een second opinion nodig hebt. Dus of van een dokter of van iemand uit het ziekenhuis, van een dokter. Dat jij gewoon iemand anders nog een optie kan vragen van of dat het ook wel zo is dat wat je hebt, dat het ook zo is. De second opinion is heel erg belangrijk voor jou. Ik zie ook eigenlijk op deze kaart dat je heel erg wijs bent. Je weet wel wat je moet doen. Je gevoel zegt het ook. Ik zie ook dat er heel veel dat jij ook heel veel spirituele dieren hebt. Je bent een dierenliefhebber. En ja, gewoon spirituele dieren als gidsen die jou begeleiden om een second opinion of helpen ook bij jouw gezondheid op een of andere manier. Dat gevoel krijg ik gewoon. En ook de natuurwezens, de elfen of zo. Dus je hebt echt veel te maken met natuur, met dieren. En dat heelt jou. Oké, de volgende kaart van aartsengel Raphaël is verbetering van gezondheid. Lieve aartsengel Raphaël, dank u voor uw troost en geruststelling over de huidige situatie. En daardoor zal je dus ook je gezondheid gaan verbeteren als je die second opinion neemt. En wat ook jou gaat helpen is als jij wat meer gaat tuinieren. Kijk maar. Zie je? Tuinieren, veel met de natuur bezig zijn. Dat helpt jou om te helen. Wauw. ik zie opeens heel veel in al die kaarten. Oké. De volgende kaart is van aartsengel Gabriël voor de weegschaal. Dagelijkse oefening. Dus deze kaart. En die kaart zegt, hoe meer je je nieuwe vaardigheden oefent, des te gemakkelijker ga je voelen en des te meer zelfvertrouwen krijg je. Ja, dus hoe meer jij je vaardigheden gaat oefenen, hoe meer jij gewoon meer die zelfvertrouwen gaat krijgen, ook beter gaat doen. En je krijgt gewoon veel energie van, zeg maar. De andere kaart is perfectie. Dus deze kaart. En die zegt, het is goed om wat je doet goed te doen. Maar stel niet uit een morgen uit angst dat het niet goed genoeg is. Dus wees niet angstig. Laat het toch los. Ga gewoon doen. Ga het gewoon doen. Zonder erbij na te denken. Ga het gewoon doen. Ga niet denken wat er zal gebeuren, weet je. We hebben allemaal onze eigen wil. Een eigen pad te bewandelen. Niemand kan ons iets verbieden. En als je daar hulp bij nodig hebt, vraag kracht en moed aan aartsengel Michael. En vraag aartsengel Raphaël om jouw angst te healen, zodat jij gewoon die kracht en die moed van aartsengel Michael gewoon